Goedemorgen, kijkers en luisteraars. Ik groet u in de ene naam van de Heer Jezus Christus. We zijn deze morgen weer bij u in uw huiskamer met een gloednieuw programma Land, 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 Hoor des Heerens Woord. Ik wil u deze morgen uitnodigen om samen met mij onze hoofden te buigen en dat we deze week voor de Heer zijn troon mogen brengen. Vader, dank u, mijn God, voor deze dag, Heere God. We danken u, Heere God, Vader, dat u ons heeft gewekt, Vader, dat we zijn opgestaan, o mijn God. Heere, mijn God, we leggen deze nieuwe week, Abba Vader, in uw machtige handen, Heere. We weten niet, mijn God, wat dit met zich zal meebrengen, mijn God, maar u weet alles, Vader. Wat wij u vragen, mijn God en Vader, dat wij onder uw beschermende hand mogen zijn, mijn God. Dat wij onder uw bescherming mogen wandelen, o mijn God, Vader. Dat u ons beschermt, mijn God, tegen elke kwaad, mijn God, tegen elke aanval van de boze, Vader, God, Heere. Heere, mijn God, we weten, Vader, God, dat we bij u veilig zijn, o mijn God. En ook deze week, mijn God, Heere, vertrouwen en geloven we daarin, Heere God. Heer, deze morgen, mijn God, bid ik voor mijn broeders, mijn zusters, Vader God, een ieder die u kent en een ieder die u niet kent, mijn God, Vader. Ik breng een ieder voor uw troon, Vader God. Heere, dat u zal voorzien, mijn God, in de behoefte, mijn God, naar wat wij nodig hebben, Vader. Heere, mijn God, Vader, dat wij onze ogen, Heere, mijn God, naar u mogen opheffen, Heere God. En dat we deze week, mijn God, van u mogen verwachten, Heere God. Heere, u weet waarmee wij zitten, Vader. U kent al onze verlangens, mijn God. U hoort ons gebeden, mijn God. U hoort ons geroep, Vader God, Heere. Vader, gaat u ons deze week niet voorbij, mijn God. Wees u met een ieder, Vader. Heere, mijn God, Vader, laten wij, Heere, geloven, mijn God, Vader, dat u deze week ook wederom zal voorzien, mijn God, in wat we nodig hebben, Heere. Leid ons deze week, Vader. Heere, ik bid deze morgen, mijn God, Vader, voor de schooljeugd, mijn God. Zij die naar school gaan, mijn God, deze week, Vader, dat u ze beschermt, mijn God. Ik bid, mijn God, Vader, voor de eenzame, Vader, God, dat u met ze wil zijn, Vader. Ik bid voor de zieke, mijn God, Vader, dat u ze geneest, mijn God, Vader. Heere, dat u een wonder voor ze doet, mijn God, Vader, want, Heere, u kunt alles, Vader God, Heere, voor u, Heere, mijn God, is niks, mijn God, onmogelijk, Vader. Heere, maar dat uw genezende hand, mijn God, zal uitstrekken, Vader God, en hen geneest, Vader God. Heere, leidt u deze week, mijn God, en ieder veilig, mijn God, naar hun werkplek. Is het dat ze naar de stad moeten gaan om boodschappen te doen? O, mijn God, Vader, we kunnen die hulp nergens anders vinden, mijn God, Vader, dan bij u alleen, mijn God. Vader, we houden u vast aan uw hand deze week, Vader God, en we volgen u, mijn God, in uw voetstappen, Vader God. Gaat u ons voort, mijn God, Vader. En zoals u ons morgens uit huis brengt, Vader God, bidden wij, Vader God, dat u ons weer gezond en wel, ook deze week, mijn God, thuis brengt, Vader God, Heere, in Jezus' naam. Dank u, Vader God, Heere, dat u zal voorzien, mijn God, en dat wij mogen rekenen op u, Heere, mijn God, Vader, en dat u ons, mijn God, niet in de steek laat, Vader God, en dat wij, Heere God, altijd op u mogen bouwen en op u mogen vertrouwen, Heere, omdat wij weten, mijn God, Vader, wie onze God is en in wie wij geloven en in wie wij hopen, Vader. In de naam van de Heere Jezus Christus bidden wij en vragen wij u dit alles, Vader. Amen. Goeiedag. Ik groet in de naam van onze Heer en Heiland, Koning Jezus. Het is een voorrecht om u te mogen bedienen met het woord van God. U die luistert, u die kijkt. Ja, met God de Nangayu. En sabitide manting. Mij want tak nanga yo bak ajen omdat reden waarom omdat we leven nu aan de eind der tijden. En aan eind der tijden mina traboskopo futaki. Jezus e kom baka. En Jezus e kon so gau nanga esile fami betake atralisi ba. En if we look saip say na hier grondtapu, that we see that a kon for Jezus Christus a de korosbe. En no in attendi we libi ano ting fu primoro ano ting fu mekhrab moro mana ting fu din gado serieus en daarom wil lezen van bijbel mopo vanuit Matteüs a heer hoofdstuk Matteüs 24 maar meu por want passage na in C. En vers 7 etaki want volken zal opstaan tegen volken en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen
nu hier, dan daar, hongersnood en aardbeving zijn. Doch dat alles is het begin der weeën, zegt de Bijbel. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wanneer gij dan de gruwen der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op. Laat dan wie in Judea zijn. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst de zonen mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zonvloed waren, etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging. Dat is wat de Bijbel zegt. En zijn een paar passages hier waar we hebben gelezen. En de passage die we hebben gelezen is dat Christus heeft het persoonlijk gesproken voordat Fos Agwebaka attack de woord disi saupsa inagorontapu. Ja, want het staat geschreven koninkrijk tegen koninkrijk. Staat geschreven, die op het napo, de fitting, die schreef, hongersnood, aardbeving hier en daar. En dan zegt hij, wanneer we deze dingen zien gebeuren, tosidesan die sepsa, dan is het begin der weeën. Dan is het begin van wat allemaal moet gebeuren op deze aardbodem. Alles aan samen op zijn agorotap, tosidesan die sepsa, dan het begin voor weeën, dat begin voor asani die moet de kon eten naar libismatapo. Mensen, ik wil u zeggen, we moeten deze dingen, ontdekdesan die ze serieus, omdat het is heel belangrijk, het is een woord van God, die spreekt tot u, die spreekt tot mij, en dan ontdekdesan lekti, maar ontdekdesan serieus, want dat ik tosidesan die sepsa, dat wat ik naar begin, voor de hogere demokon, de begin der weeën. En de vrouw die kisiptien, de vrouw die nog kisiptien, nooit die nog sapsana weeën. Maar de vrouw die kisiptien, sapsana weeën, sapsana pijn. Ja, de sapsana een. In de Bijbel, een woord van God, is jouw idee, is jouw voorbeeld, wat allemaal gaat gebeuren. Wat we nu zien gebeuren in de wereld. En ik heb het vorige keer al gezegd, we moeten niet blijven stilstaan in Suriname, wat alleen in Suriname gebeurt. We moeten kijken, Saipsa. Bro, Norwood, dat is zo mooi. Dat je leest de Bijbel, dat je in Potuan Karantin zegt dat je leest. Dat is dat. Dat nou werkelijk, in go luku saip zijn na grondtap, in go luku saip zijn senang, in go luku saip zijn na grondtap, voor een woord van God, die taki, dat te oside sandisi, e begin, dana, a begin, voor asande mopsa. En a Bijbel taki, in a principio lezi, wo hat serefi, wo hat makandra, en pa hat ekon, kom is tella vraag, sana hat, fa ekon, hat ekon, door jaloezie. En van jaloezie ik kom, dat trouwens doen zijn beter moro jou. En ze zijn trouwens doen zijn moro beter moro jou, of na jou ben doen, maar aan jou doen, na een doen, dat jaloezie ik kom. En te jaloezie kom, dat hij gro, en jaloezie het jou haat, en jaloezie het jou wrok, en jaloezie het jou bitterheid. Dat is de Bijbel, dat we haat ons schrijven. En daadwerkelijk, die dingen gebeuren vandaag aan de dag, mensen. Overal ter wereld. We moeten het woord van God serieus nemen. Want anomitaki, anolibismataki, maar dat woord, we zullen elkander haten. Gelovigen, het spreekt tot gelovigen. Het spreekt niet tot ongelovigen. Het spreekt tot u en mij als gelovigen. Dat we haat ons schrijven. Maar Bijbel het tak in vers 13 van Matthäus 24, dat wie volhardt, als men die overhaalt, ten einde, als men dat die worden behouden. En ik sabi, het is heel mooi om nu te volharden in het woord. Voor nu dan stil, dat op zij psa, voor dan stil, voor lukken de zand die epsa, voor epsa,
En zijn een woord voor God taki. En ik ook voor morgen voor wat we denken, of wat we praxeren, of wat we denken. Nee, we moeten gaan vanuit het woord van God. En daarom is het zo belangrijk. Mensen, ik wil u zeggen, Christus komt terug. En if you no be dry libi etem, you want roep you up for God dry you libi. We see ga kerki, kai ga kerki, my no dry libi. You can de let for organ, my no dry libi. Ma mi want tell you today, you dry you libi. Jesus e kom, hesi nanga gau. Jesus e kom, and Jesus e kom baka for God ek in gemeente. Gemeente leden, you de a atya boskopo dus metak nanga yo. En a Bible et taki. Le fa be psa in a ten, di Daniel be taki. Daniel betaki, en zijn Daniel betaki, Christus is herhaal. Ja, hij citeert zijn Daniel betaki. En Daniel betaki was belangrijk, Sani. En geliefde broeders en zusters, zijn Daniel betaki, had zo belangrijk gejoen aan mij, tijdens een dag voor Sabi, zijn Daniel betaki. En weet u, wanneer we hier over het woord praten, het woord van God, dat me etak abra a woord voor God. Dat me etaki voor mopo vanuit Sanskriti in a woord. Un etaki moro, mensen aan het ding voor utaki zou we denken of utaki zou we praxeren. Maar no, na voet napo tapa woord voor God. En te ut napo tapa woord voor God. Dat God schreefie o openbaar, onder door midden van woord zou lezen, dat God openbaar wie moro na moro voor kon begrijpen. En if je leest, mijn oma leest alle de Bijbel gedeelte na jou, nogmaals. Maar a Bijbel taki, de San Daniel betaki, Christus het tak, San Daniel betaki, en San Daniel taki. Daniel taki in hoofdstuk, Daniel hoofdstuk 9, vers 27. En dat bij Daniel het taki over een verwoesting. Als hij zou psa in de laatste der daken. Daniel hoofdstuk 9 vers 27. Mijn herhaling geef je. Heb je die naar gelegenheid. Tik je Bijbel. Lees in Daniel hoofdstuk 9 vers 27. In Daniel hoofdstuk 27. Je dacht voor Assan die ook op was in de laatste der daken. Een week lang. In de helft van een wiki. De helft van een wiki. Een brandoffer, slachtoffer hadden opgehouden. Dan. Amma wama opo. En dat na Satan hemzelf, die ook op en ook gebruik van libisma. Voor tja, einde kon na aworoko voor een. Mensen, het is serieus. Mijn wat takken aan jou. No, aan op me grap. No, na voor din gado serieus. Na voor din gado en no waka baka sani moro. No waka baka smanoro. Ma waka baka Jezus. Abi suko voor abi relatie na Jezus Christus. Ja, en Christus. En zorg wie door midden voor een woord. Dat zo, zegt hij in vers 37. Zo, want zo als het was in de dagen van Noach. Ja, zo zal het zijn in de komst van de zoon des mens. Let wat bij die in het einde van Noach. Zo oude in het einde die Jezus komt bakken. Zo oude. En de vraag is, hoe was het in de tijd van Noach? Zijn we passen in het einde van Noach? De Bijbel is citeer en tegen dat lefabede in attendati. Ja, dat libisma be libi won fasi di nobu vers attendarte ke tegen. Libisma be libi won fasi di nobu de be libi in sondu. Etende, drinkende, huwende en ten huwelijk. En zou we zien het passatie de mensen. Laten we even stilstaan. Wat zien we vandaag aan de dag gebeuren in onze samenleving? Wanneer de Bijbel staat, zoals het in de tijd van Noach. En sambe passa in de tijd van Noach. Jomo sabi sambe passa in de tijd van Noach. En dat precies zo ook passa baka in de tijd before Jezus draai kom baka. In de tijd before Jezus draai kom baka. In de tijd dat we leven no. En if we look for it en huwelijk zijn, dat we look for fasma en leven no. In agoronta popo we libi. Dat hoererij is een dood eenvoudige zaak. Huwelijk en huwelijk, trouw en trouw baka. Ja, christen en broko trouw, tide de tra tamara de trouw baka. Ja, fosha trouw broko de abuantara vrouw ba. De trouw en broko tide de ga burkelijke staan trouw en broko. Atedem ba broka trouw, no, amai draai loon toe, amai sluit wanneer uw huwelijk.
Dat na zei psaïna gorontapu nono. Onder christenen, we praten niet over de mensen die de Heer niet kennen. We praten over de mensen die de Heer kennen. De christenen tegenwoordig. Jezus zei tak abra christenen. En niet tak abra de smapa gorontapu. Tak abra you nangami. If you dry libi. En daarom me roep je op. Via programma die ze. If you no be dry you libi ete. Je ga kerke mij no dry you libi ete. Me want taigi haswa. Dry you libi. En din gado. En die sabi. Christus tak wan mooi sani. In Lucas hoofdstuk 18. Vers 8. Vers 8. B. En hij zegt daar. Doch. Als de zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Mensen, het Christus stelt een vraag dat is een heel mooi iets. Dat is iets serieus voor jou en mij. Dat is serieus voor Sabi. Dat Christus stelt een vraag. Die mij ook komt bij naar grondtapo. Mijn finis ma eten naar een bribi. Bribi naar enemy. Doe sami etaki, maar vins me ete. Het is niet voor de domen heeft het gesteld. Is Christus hemzelf. Die actie afvraagt dat hij. Na in Lucas hoofdstuk 18, vers 8. Pe hij stel afvraagt dat hij. Mensen in Christus stel afvraagt dat hij. Na junanga met idee. Dat wil zeggen we moeten serieus zijn. Dat wil zeggen er zijn dingen. Die gebeuren in onze samenleving. Er zijn dingen die Jezus bij zieken pas zou gaan passen in de laatste der dagen. En de attacken voor Zagwe. En look hoe lang de attacken. En look van de sanepsatide na adei. If bribi de ete. Mensen, we leven in een serieus tijd. Mensen, we leven in een serieus tijd. En ik wil u zeggen. Christus komt terug. Christus, ik kom tegen de wang die een briebe naar in die een. Ik zal het blijven zeggen. Omdat de signalen een sorry naar hier grondtapo. Sang e pasa naar hier grondtapo. En is de meluku. Sang e pasa. Mexico. Het is triest. Het is jammer. En dat meluku een beeld voor China. Sang e pasa. Overstroming, ja, en if you look at the sand that die mensen, dat you die zie, zou worden dat die aardbeving, ja, hongersnood, alle soorten zijn overstroming en noem maar op. En dat men look op zijn China, het is verschrikkelijk, mensen, een barre kree, wat er is, een figuur hier, also, gwe. Sma egwe, wat rij stroom sma in de wagi, egwe, Mexico. Mino makari de kondre furo. Mesa fa de kara kondre in Midden-Oosten, if na onan, fa kondre ne. Hou met een goede. Me luka beeld is de in a Midden-Oosten. Ja, fa in a woestijn, wat rij long, wagi, wat rij stroom, wagi e chagwe, sma e bari, sma e kree, bon e fadong, tap wagi, dat plate e free, lik te de ma opo frigi, so dat plate opo e free, sma e de tapo bram op sang, dat plate e frigo te kasman dat in nakke chiri. Dat is wat zei de dingen die niet gebeurt in de wereld. En we moeten de Heer dankbaar zijn hier in Suriname. Dat ten aan no gado besparen voor de natuurrampen. Zij psa in de trakonder. Het is niet om krap ermee te maken. Het is een serieus aan. No attendu e libi. Aan no tef modo. Aan no for show. Aan no for pray. Attendu e libi. No, no, no. Dini gado serieus. Abi relatie na nga koning Jezus. Want attend die am dreikom baka ade krosbe. Ade leja. En mi want taigi u tide. Isabi. Come je ontori. E toen de tijd, ik ben op een bloeiende dorp naar Koti Kaliba. Tamarin, het was een katholieke dorp. Pebe bloei. En isabi, fosi de abedede, zoals de pater, ja, de Europeanen, die be beheer drape. En dat voortte de man op Holland kon, dat de tassen nou aan te tegen.
Dat is de satsa na want to te de ta paramaribo sorry paramaribo want to te dat de leerde asanantongo voor te den goina benelanda pe voor de ka libi chinso en zo so, wat de pater konda pe na tamare en ai lera tal ai lere broko broko fasi ai lere fa kasabi en dan want die en dan want de man etoar aliman marons en dan want de mans doen want bota want koriar en de fare na koti kaliba. En dan plotseling, a pater actie Antonius, amam bij de Antonius, maar is een in ocas de Antonisi. Dat actie in, terwijl de varen, maar de noemen tactori, maar awan tactori, maar de noemen communiceer bon, wat a taal barrière. Dat tijge in, Antonisi, je sabi natuurkunde, dat we zeggen, je sabi natuurkunde. Eu sabe adreskundo e faxe fa sabe adreskundo. Eu sabe weskundo ai axi en. En op het gegeven moment atak nomi no sab noti. Atak oda eu lasi afufu eu libi. En plotseling ai era un geluid. Toen de tijd de boksit boot voor Suralco begotek boksit na Mungo. En axi Antonius is sandati. Da Antonius axi. Patri, eu sabe suen kundo. Atak no. Atak weda ino lasi apu fo yu libi, mai lasi yu heel libi. Dus dat moment taki no, if you no abi Christus, you no lasi apu yu libi. Da you kan de wan antropoloog, you kan de wan socioloog, you kan de wan theoloog, ma you no abi Jesus Christus. Da ino lasi apu fo yu libi, lefa mi ano antropoloog, mi ano socioloog, mi ano DC, ma mi abi Jesus. And if you abi den, alla de papira, alla de titel di si abiden, ma no abi Jesus Christus, le fa Antonio si axi en, da che io sabi suen kundo, a se fa sab suen, a da ne, e ne fino sab suen da tuanta caboto ko yo dede, e no, io ka abi alla de sandati, ma no abi Jesus Christus, da mi want tegi utide, e no lasi apu fu yu libi, ma yu lasi yu heel libi, mes et est de tijd is aangebroken om het serieus. En Christus heeft het gezien wat allemaal gebeurt in Nagorno-Tapusawelibinono. En daarom je want tegen je idee, want er zijn vele dingen die ook aan takabra in. Va, sa Jezus zie, mek atak awor dati. Va libisma elibino. Va we libi in een gemeente voor Jezus Christus. Va we tjawi serif in een gemeente voor Jezus Christus. Va we libi na een makandra in een gemeente voor Jezus. Va we libi na een samenleving die udena in de christenen. Va we libi na een samenleving. Va we gedragen patroon de tegenover een samenleving. Va we gedragen patroon de tegenover een regering. Die de. Mensen met een lezi alla samami want tegen je die de. Dat die in Golisi mensen dit is tijd om de Bijbel naast u elke dag te hebben. En nog een takje moro abrasaye denki. Nog een aantjes als mij takje zomaar zani. Wille christen we takje onverantwoordelijk zani. We takje onverantwoordelijk zani die we nog maar verantwoord toe. En daarom is het zo belangrijk hier dan aan mij. Voor sabi takje Jezus se kombaka. En Jezus schreef die takje in. En Lucas. Pe atak temo komba kamio fin bribi na ina goron tapu disi ete. Me dit is een serieus iets. Pe Jezus stella vraag. Zij de Jezus stella vraag dat ik. If au fin bribi wa ete ina goron tapu pe we libi no. Zij de astelle. Astelle omdat a libi fu vi le christenen fa bo de en fa de tide na de. Mes is jammer. Is jammer dat we in plaats. Dat we take we presi in a zwarte duisternis per we libi no. For we schijn a little, want de Bijbel zegt, wij zijn het licht. En wim schijn gwena lek mi en herhaal. Wim gwena leti. Maar if we sit de, say pasa nanga uno, dat Jesus we nanga gronta puna wang. Ik wil het zeggen mensen, Christus komt terug. Dat kan de absurd titel iwani. Je kan weer short crossi iwani. Maakt niet uit, je moet op je relatie naar Jezus Christus. En nu je uiterlijk bepaalt zijn je de. En nu je kruisie bepaalt zijn je de. En daarom gaat het tegen de Israëlieten. Jullie dienen mij met je lippen, maar je hart is ver weg van mij.
zegt de Heer aan de Israëlieten. En wat gebeurt vandaag aan de dag? We dienen de Heer met ons lippen. In Okaas de takwe dinigadwang au bubamofu. Zo hebben ze gezegd. We dienen de Heer met ons lippen, maar ons hart is ver weg van de Heer. Met onze daden, de handelingen die we pleken vandaag aan de dag. Als christenen, we noemen onszelf christenen. Maar als we kijken naar de handelingen van ons, dan zijn we ver weg. Voor. En daarom, de Joden die het draailibi, de Joden in Israël die het draailibi, ze noemen zichzelf geen christenen, maar messiaanse beleidende Joden. Omdat ze willen zich niet associëren met ons als christenen. En daarom noemen zij zichzelf messiaanse beleidende Joden. Mensen om draailibi. Christenen moet draailibi tegenwoordig willen christenen moet draailibi. Omdat we dienen God serieus. We dienen God naar onze mofo, maar we atti de ver weg voor God. We dienen God naar onze mofo, maar de handelingen voor ons die we pleeg. De ver weg, hoererij in de gemeente voor Jezus Christus, is op topniveau. Maar niet vrede kan morgen. Leiders zijn hoeren, gemeenteleider hoeren, want de Bijbel zegt, zo priester, zo volk. En het volk ziet dat die leider het doet, het hoeren. Dat zou volk ook doen, want het is goed, want zij moeten mij voorbeeld geven. En wat voor voorbeeld geven zij mij? En een voorbeeld moet ik ze volgen. En dat is wat gebeurt tegenwoordig. Mensen, ik blijf het zeggen. Jezus komt terug. 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 10. En dat beschrijf je dat alle wie ook komt, visie aan rechterstoel voor Christus. Wille gelovigen. En ook de ongelovigen. Wille gelovigen ook op visie aan stoel voor koning Jezus. Daarom beoordeel we aan de hand van vrouwen bij Libi in de grondtapel. Het zijn goed of kwaad. We kiezen wie loon te wie de drapen. En mensen, nou werk op je libisma, maar werk op je loon. Nou dini gado je libisma, maar dini gado je jezelf. Want je de drapen, je oordamp op visie aan de stoel voor koning Jezus. En nou je voorganger ontnappen, je ontnappen. En je voorganger moet en je noemt dat je niks voorganger betekent met dat. Want jouw vrije wil. Mensen, ik wil je oproepen om zich te bekeren. En dien God, de van God aan. God met je grantang. In de neef van koning Jezus met je grantang. Omdat je naar God, omdat je naar massa, omdat je naar Heer, omdat je naar Heiland. Met je grantang, God, voor zomaar je de. Na in Jezus' naam. Amen. May God bless you.